Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Ik ben zo blij dat u mij allemaal nog kent. Mijn broer is grappenmaker, men noemt het ook al cabaretier. Vertel mij nooit een goede grap. Het is niet aan mij. Heeft u mij wel nodig voor een leuke avond? Nou, lachen geblazen. En mijn laatste imitatie is de bal. Vanavond bij de AVRO, hoogtepunten uit het Nederlandse cabaret. Met commentaar van Jacques Kleuters en Kik van der Veer. Presentatie Roeland Kooijmans. Goedenavond allemaal, welkom bij Andermans Veren. Op deze feestelijke Koninginnedag gaan wij het vanavond, hoe kan het ook anders, hebben over het Koningshuis in het cabaret. Aan de hand van een aantal fragmenten zullen we zien hoe wij in Nederland over ons Koningshuis denken. En vooral Wat cabaretiers aandurven met dat onderwerp. Jacques Kleuters, Kik van der Veer. Wat denken jullie? Levert dit onderwerp, het Koningshuis, spannend cabaret op? Dat kan bijna niet anders, hè? Ja? Het Koningshuis is natuurlijk in zekere zin onaantastbaar. En daarom is het zo leuk als cabaretiers proberen langs slinkse wegen toch dat Koningshuis een beetje te prikkelen. Of het spannend wordt, weet ik niet, maar het wordt historisch interessant. Ah, kijk eens aan. Zullen we meteen de historie induiken? 1966, Paul van Vliet geeft een conferentie, een voorstelling speciaal voor Beatrix en Klaus. Die gaan zich op dat moment in die dagen verloven. Het speelt zich af in de ridderzaal en het heet Een jas voor Klaus. En toen las ik gelukkig in de krant dat u geen overjas had. Kijk, want het geeft alles wat u doet ineens veel meer relief. Bijvoorbeeld starend over de delta werken. Of ook luisterend naar een technisch exposé over de werking van de nieuwste hydraulische fretboor. En dan moet u vooral op de achterpartij letten. En losjes over de schouder, achterloos leunen tegen een lichtblauwe sportwagen. En bovendien, u zou er ook op kunnen zitten. Met z'n tweeën, als u bijvoorbeeld moet wachten ergens. Dan trekt het niet zo koud op, hè? Ja. Ja. Tja. Verder, hij moet zo sterk zijn dat als vader hem na 20 jaar afdankt, dat de kinderen dan altijd nog behoorlijke kampeerbroekjes uit overhouden. Ja. Nou mag u deze jas hebben. Ja. Maar voor ik u hem geef, wil ik u toch nog wijzen op een paar kenmerken van deze jas. De mouwen, daar kunt u in geval van nood de handen uitsteken. De aap kan er niet uitkomen. Is er nog meer van te vertellen? Oh ja, de kraag. Zit nog geen stuk in. Ja, u begrijpt het misschien niet allemaal, maar dat kan uw aanstaande u dan misschien straks uitleggen tijdens de rijtour of zo. Ja, aardig, hè? Aardig, dat is heel goed. Dat is heel goed. Wat ik daar leuk van, in die tijd werd Paul naar aanleiding van dit fragment Oranje Paaltje genoemd, ja, hè, in de linkse pers. Want ja, die tijd was bijna net zo zwart-wit als dit fragment, zal ik maar zeggen. Links was tegen het Koningshuis, rechts was er voor. En een cabaretier was natuurlijk ook links, hè, in die tijd. Ja. Het was allemaal zo duidelijk. En Paul van Vliet was cabaretier. En wat deed hij? Die toonde zijn vriendschap eigenlijk voor het Koningshuis. Gaf een leuke avond. Ja, precies. Ja. Daarbij was het tegelijkertijd ook wel dat andere mensen, mijn club, zou ik maar zeggen, die wilden gelijk niet veel van Paul van Vliet weten. Omdat, ja, dat is Oranje Paaltje, weet je wel. Maar wie waren dan wel jullie mensen op het podium? Nederlands Hoop en Bange Dagen. Ja. Jaap van der Merwe, Lurelei, Sito Hoving, daar ging je heen. Ja. Hoorde ik Gerard Koks er ook bij? Want tuurlijk, hij had in die tijd. Tuurlijk. Ja. Lurelei, hè? Tuurlijk. Hij had dat nummer Arme Ouders, het volgende fragment. Ja. Ja, dat was een van de spannendste dingen die er gebeurde. Het was zo'n spannend jaar, dat zal in 566 zijn geweest. En er was zoveel gaande en de politie en alle autoriteiten werden zo verschrikkelijk zenuwachtig van alles wat er gebeurde. En Guus Vleugel, dat was de tekstschrijver van het cabaret Lurelei waar Gerard Koks in zat, die had een enorme slimme kijk op dingen. Dus die kwam altijd met een onverwachte invalshoek. Mm-hmm.
Dus als er allerlei mensen tegen het koningshuis waren en tegen de koningin, kwam hij met een provo, hè, dus iemand die oppositie voerde tegen het koningshuis, die een beetje een zwak moment had. En die zei van, ja, ik ben natuurlijk wel tegen de koningin, maar ik vind het eigenlijk zo'n schat, want ze lijkt zo op mijn moeder, die doet ook zo dom. Zullen we naar kijken? Leuk, ja, graag. Goed, arme ouwe, een klein stukje. Gerard Cox. Er is heel wat anderloos, dat weet ik best. Maar mijn moeder heeft dezelfde mankementen. Die is ook zo bijgelovig als de pest. Die is af en toe ook aardig op de centen. En toen ze over het filmdoek schreed, als altijd niet de best gekleed, toen was het eigenlijk zo'n dot en dacht ik weer, ach oh, arme ouwe, blijf maar zitten op je troon. Ach, wat zouden wij jou daar nou af gaan douwen? Blijf maar zitten, net als vroeger, doodgewoon. Arme ouwe, arme ouwe. Gerard Cox. Als het lied nu zingt, dan is er niks aan de hand. Maar waarom leidde dat toen tot zo'n protest? Dat weet ik niet, hoor. Zelfs dat weet ik niet. Maar het komt uit een programma dat heette Rel de Rel de Rel. En dat heette niet voor niets zo. En daar zaten controversiële nummers in. God is niet dood. Rellen. Dit nummer ook. Arme ouwe over de koningin. De politie zat in de zaal bij de première. En Erik Herfst en Guus Vleugel, de tekstschrijver, en Gerard Cox moesten op het politiebureau komen, werden gearresteerd en werden aangeklaagd wegens majesteitsschennis. Nee, het was een vooronderzoek. Een vooronderzoek. Ze werden aangeklaagd. Ze werden aangeklaagd. Precies. Ze werden aangeklaagd wegens majesteitsschennis. Maar ze zijn er niet veroordeeld. En uiteindelijk is dat geseponeerd. Oh. Goed, het is wel gedateerd, maar vind je toch een goed lief? Cox was wel cool, hoor, in die tijd, want hij durfde alles. En voor ons was hij dus de man die het durfde te zeggen en durfde te zingen. En er kwam een hulp stront in de pers enzovoorts ook over hem heen. En naderhand was dat het beeld wat we van Cox hadden. Dat was dus de linkse Cox die alles durfde. En toen ging hij weer hele andere dingen doen. En toen raakte hij zijn publiek ook weer kwijt, want zijn oude aanhangers die vonden dat weer helemaal niks wat hij dan die kant die hij toen uitging. Ja. Ga naar een ander nummer van Guus Vleugel. 6 jaar later. Jasperina de Jong, De Bezetting. Mensen, heb je het al vernomen? Het paleis Soestdijk gaat dicht. Dat het ooit zo ver kon komen. Het personeel is erg ontsticht. Want ze kregen plomp verloren van de koningin te horen. Dat de zaak niet meer rendeert. Uiteraard viel dat verkeerd. Laat ons, zei Baron van Linden, handvervaart de strijd aanbinden. Ik weet een schitterende methode. Hij is juist erg in de mode. En ze hebben nu zo net het koninklijk paleis bezet. En de koningin, en de koningin, en de koningin die wil uitwandelen. Maar de koningin, maar de koningin, maar de koningin moet onderhandelen met de dames van het hof. Zij bejegenen haar grof, waarbij jonkvrouwe Rowell het woord voert voor het hele stel. Majesteit, u moet beseffen dat u echt het koningschap niet zo plotseling op kunt heffen, ook al is de opbrengst krap. Want hoe moeten wij ons redden zonder jaargeld, zonder wedden? De vorstin zegt, valt wel mee, jullie krijgen toch WW. Was dit antwoord wel verstandig? Blijkbaar niet, want vrij hardhandig wordt zij door twee kamerheren die bij harde actie zweren opgesloten op toilet. Dus dat is nu ook bezet. En de koningin, en de koningin, en de koningin die wil uitwandelen. Maar de koningin, maar de koningin, maar de koningin moet onderhandelen. En ze wordt ontzettend moe van de drukte en het gedoe. En ze is er niet mee eens tot op zekere dag op. Mensen, heb je het al vernomen hoe het met de bezetting gaat? Het is tot een akkoord gekomen met het hoofd van onze staat. Haar verweer werd alsmaar zwakker en ze is gezwicht de stakker. Ook al voelt ze er niet voor, ze regeert voorlopig door. Alle rechtsen in den landen vinden het een grote schande, omdat zij bij dit gebeuren ernstig de terreur betreuren. Maar geheel links-Nederland
Nederland jubelt blij en triomfant met gevlag en feestgedruis. Leve ons Oranje Huis! Omdraaiing hè, van Guus Vleugel. Guus Vleugel is de koning van de omdraaiing. En hij krijgt het dus voor elkaar om in een lied een situatie zo te schetsen dat aan het eind links Nederland uit juicht. Leven ja. Het Oranjehuis. Ja. Dat is een fantastisch ja. lied. Ja, en alles is ironie. Hè? Ja. Dat maakt het ook wel een beetje gedateerd. Omdat ironie, dat is toch iets anders zeggen dan wat je eigenlijk bedoelt. Mm-hmm. En daardoor zat er in dat cabaret van die tijd een soort van toontje, weet je wel. Ja. En dat heeft zij ook heel sterk, zo'n toontje. Van ik bedoel het heel anders. En, maar ik vond het erg leuk om te zien. Je moet het ook zien in die tijd, 72 zei je, hè? Ja. Dat had je bedrijfsbezettingen, je had de Enka, als ik me goed herinner, die bezet werd en zo. Dat was een nieuw actiemiddel, dus dat was erg in de belangstelling en zo. En het idee was plotseling van, stel nou dat het personeel van het Koninklijk Huis het bedrijf gaat bezetten, het koningsbedrijf, zeg maar. Hè? Wat gebeurt er dan? Nou, er komen er ogenblikkelijk een stel grappen uit. En daar kon iemand goed weg mee komen, die gesleugeld. Ja. Gaan we naar de volgende. Een hele mooie. Klassieker. Wim Sonneveld, De Stalmeester uit 1974. Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester nou eigenlijk de hele dag? Het schijnt dat men daar de meest vreemde voorstellingen van heeft. Zo dankt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallen rondhang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester, want afstand moet er blijven. Er is al genoeg waardevols in de kloten gegaan de laatste tijd. Versobering noemt men dat. Ja, amme hoela! Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die allerergste gewoonte van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat was toch iets, daar konden wij in het hof, ik en de Kanagan. Daar konden ik en de Kanagan en de prinsen allemaal zo eind maart begin april naar uitkijken. Het kon je zelfs gebeuren dat er iemand je bureau binnenstapt en opeens tegen je zei, is de ijsje er al? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de Kanagan en de prinsen allemaal een zekere opluchting. De vinder kwam dan binnen, meestal een gewone boerensukkel op zijn zondags. Tijdje in een mandje. Familie erbij, ook opgedoft. Burgemeester erbij van het gat, waar zo'n jongen woont in Friesland. Dus ook nog een of andere rode rakker, als u voelt wat ik bedoel. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht, deze boerenkenkels in onze ambiance. En zo hoort het ook. Het gewone volk wil dat eetje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon. De franje van Oranje. De is van het paleis, zeg ik altijd. Want dat bewijst 30 april. Dan komen ze toch allemaal maar weer opzetten. Op 30 april sta ik opzij van het bordes achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel. En zo hoort het ook, want alles moet gladjes verlopen. Kijk, met de blam op de tree, ja, hoegenaamd geen last. De meeste last hebben wij met dat tot de tree opkomt. Wat er aangeboden wordt in hermijstijd. Neem bijvoorbeeld alleen maar eens alle kruienkoeken en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Mijn taak is dan krentenmik aanpakken. Tussen de tanden doorsissen tegen de geefster. Kniksje maken, achteruit de trap af en wegwezen. En daarna de krentenmik achter de rhododendron, zo de betere. Kijk, wij kunnen van Hermijstijd de Kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruienkoeken en krentenmekken hoogstpersoonlijk nuttigt. Wij krijgen daar veel van mee naar huis, dus bij ons is dat tot laat in de zomer krentenmek eten geblazen. Verder wordt er ook absoluut niks weggegooid, alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgeborduurde wandkleed tot aan de van Lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rot zo de trap opkomt. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in, kaartje erbij van wie het is en vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons in het hof is en blijft toch altijd maar weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt veel teleurstellingen. Vooral als ik het even mag aantippen met dat scharmarie van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik de viering anderhands op Soestdijk. Hermijstijd kan er gaan. Anze kan er gaan, zo helemaal niet koninklijk zich voortbewegen tussen ons en de gewone mensen.
Een paar stallen jongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens. Her en mij steeds sprekend over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Zo gewoon, zo menselijk, zo democratisch. En zo hoort het ook. Eens per jaar. En willen jullie wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie op Corsica. Ik was aan het baaien. Opeens stond ik stokstijfstil. Verdomd, als die waar is, ik stond stokstijfstil. Middellandse Zee om de keuten. En ik roep tegen mijn vrouw, was het maar vast weer advent. En verdomd, als die waar is, ze wist precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door haar wijsheid aan de gen van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen volgens oud vaderlands recept. Een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. Een koninklijk vel. En willen jullie nog geloven, vorig jaar heb ik dat vel mee naar huis genomen. Ik heb het stiekem laten inlijsten en het hangt nou boven het trumo in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan sta ik daar wel eens even stil. En dan denk ik, verdamme jongen, dit leven is toch nog waard om geleefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens, je bent de laatste poot onder de troon. En verdomd als niet waar, als ik het zelf ook niet vind. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Proost. Ja, mooi fragment. Waarom is dit een klassieker? Ja. Ik denk omdat het ook voor een groot gedeelte niet alleen over het koningshuis gaat, maar ook over het volk. Het volk wordt eigenlijk meer te kakken gezet dan de koningin. De koningin is eigenlijk buiten schot. Die wordt alleen maar geloofd en geprezen en is zo eenvoudig gebleven, et cetera, et cetera. Die zet zelf de chocolademelk. Maar het volk dat dan met die goed bedoelde rotzooi in de rij staat en die krentenmikken, ja, dat wordt belachelijk gemaakt in deze conferentie. Die man is ook heel erg leuk, goed gezien, want hij verheft zichzelf voortdurend ten koste van alles en iedereen. Het is ek en de kanagan. Ja. En hij vindt zichzelf gruwelijk belangrijk. Ja, ik zal handhaven. Ja, dat is maar het geeft ons dus een kijkje achter de schermen van het koninklijk bedrijf. En dat is leuk. En dat blijft leuk, want die vraag die blijft nog altijd bestaan. Hoe zouden die mensen werkelijk zijn? Ja. En toch heeft het, omdat het gewoon een hele goede conferentie is. En ja, los van wat hij daarmee zou willen of bedoelen. Het is gewoon een hele goede sketch. Gewoon leuk. Dat is een uitstekende sketch, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Goed, volgende fragment. Ten tijde van de Lockheed-affaire. Prins Bernhard zou steekpenningen hebben aangenomen. Wim Kan. Wie heeft het Lockheed-rapport gelezen? Wie heeft het nou helemaal gelezen? Ja? Hoe kom je dan hier? Mensen, is toch niet te lezen? Daar ben je 3 jaar zoet mee. Rotrapport. Het enige waar het op neerkomt, het enige waar het eigenlijk om draait, is dat de prins destijds onzorgvuldig is geweest met het uitkiezen van zijn vrienden. Nou ja, dat zal dan wel zo geweest zijn. Ik stel dat tegenover, 40 jaar geleden heeft hij de ideale levenspartner gekozen. Oh. Hé? Daar zijn we dan mee. We zijn dan wel verdeeld, maar daar zijn we dan toch over eens. Hebben we zo'n koningin, dus waarom niet, hè? Nee, maar ja, we hebben een geweldige koningin, hoor. We hebben een geweldige koningin. Ik kan niet anders zeggen, hoor. Eerlijk, ik moet je eerlijk zeggen, ze had er bijvoorbeeld al lang mee op kunnen houden. Nou ja, ze had een AOW kunnen hebben, ze had een leven kunnen hebben als een prins. Ja. Maar we hebben een koningin die heeft er plezier in en zo. Ik ben helemaal geen monarchist, hoor. Voor mijn post zijn we morgen een republiek als Juliana dan maar president wordt. Hij haalt het hele, de politieke kwestie er eigenlijk precies uit. En dat is de grote kracht van Wim Kan. Hij kon zo'n zaal helemaal in zijn zak steken. En het Nederlandse volk ook, want iedereen keek. En op dat moment hield heel Nederland van Juliana. Op dat moment. Hij was eensgezind. Ja. Dat kon hij, Wim Kan. Maar hij was de grote verzoener. Want hij gaf altijd een schopje naar links en een schopje naar rechts. Want als hij naar links schopte, wou je ook naar rechts. Ja. Dus hij is... En hij was voor het hele volk op oudejaarsavond. Dus hij moest op de een of andere manier een noemer zien te vinden om het hele volk weer te verenigen. Ja. En dat was door de aandacht af te leiden van Bernhard en op Juliana te... Maar toch, even terug erop komen, ze had een leven kunnen hebben als een prins. Dat was toch wel weer eventjes een leuke prins. Maar hij kiest voor haar. Hij kiest duidelijk voor de Juliana, ja. Dan gaan we naar de volgende. Seth Gijkema. Dit speelt allemaal in 1984. Het was weer een verjaardag van inmiddels prinses Juliana. Ze werd 75. Het programma heette Van Ganser Hart. Ik mocht optreden als cabaretier. Ja, dat is toen zei de RVD. U weet, de RVD, dat is de Rijksverboden Dienst, hè?
De RVD van de RVD mag niks. En zo. Dus zei de RVD tegen ons, het is modern koningschap, geef verder niks. U mag alles zeggen. Meneer Gijkum, u gaat uw gang maar. We kunnen best tegen een grapje, gaat uw gang maar. Ik zei, dat is leuk. Dan ga ik iets zeggen over de werkeloosheid in Oost-Groningen. Nee, zei de RVD, dat kan natuurlijk niet. Oost-Groningen, dat is politiek. Dat kan niet. Koningin zit in de zaal. Dat kan niet. Ik zei, dat is jammer, want als wij in Oost-Groningen een troonrede zouden moeten maken, dan zouden wij een hele korte troonrede hebben. Leden van de Staten-Generaal, het is op. Toen zei ik, nou, dat mag dus niet. Mag je dan een grapje maken over minister Ruding? Ik zei de RVD, dat kan natuurlijk niet. U mag over alles hebben, u mag het allemaal hebben, behalve over Oost-Groningen en Ruding. Dat kan natuurlijk niet, want minister Ruding, dat is een minister en die koningin zit in de zaal. Kan niet, kan absoluut niet. Ik zeg, wat jammer nou, want ik vind als je die man ziet, is het een hele magere man. Het is, als je hem ziet, is het net een broekriem zelf. En naar zijn zuinige gezichten kijken, zit hij op zijn laatste gaatje. Ik vond het wel leuk. Nee, dat kan niet, zei de RVD, koningin zit in de zaal. Dus dat ging ook niet door. Jammer. Ik zei, u mag verder alles zeggen, zei de RVD. Het geeft niks, moderne koningschap geeft niks. U mag alles zeggen. Ga die gang. Neem een gang, is hier het onderwerp. Het voorjaar. Gaat u er maar flink tegenaan. Voor je mag best dat Pasen zo laat geval is. Gaat u er maar tegenaan. Geeft niks. Ik zei, ja, maar mag ik dan misschien niet zeggen bijvoorbeeld dat er tegenwoordig van chique mensen in de gevangenis zitten? He, zo'n hele stroom van chique mensen, een hele slisstroom van chique mensen in de gevangenis. Mag dat? Nee, zei de RVD, dat kan natuurlijk niet. Want dat valt wel onder justitie, dus dat kan natuurlijk niet. Ik zeg, wat jammer nou, want dat vind ik altijd, hè. Hele chique mensen op het ogenblik in de gevangenis, hè. Mag je me even voorstellen, ik ben Nelis. Ze zeggen dat ik Maagdenburg. Aangenaam, Slavenburg. Als je dan kijkt met Paul van Vliet, die had ook voor een zaal op. En de eerste rij zat de koningin, maar hij wel met een soort rust spreekt. Ja. Maar ik heb het gevoel dat hij ze vermijdt. Dat hij zich ongemakkelijk voelt met ja, maar dat zal hij ook wel bewust doen. Hij treedt inderdaad op voor een zaal. Dat is zijn keuze dan ook, ja, om dat te doen. Zij en hij gebruikt het trucje van de FVD. Dat is dat keurslijf. We mogen niks zeggen. Dus ik mocht niks zeggen van de FVD. Maar ik zeg het lekker toch. Ja. Overigens, cabaret bestaat natuurlijk nog niet zo verschrikkelijk lang. Maar die functie van de cabaretier in relatie tot het vorstenhuis bestaat natuurlijk al eeuwen. Want wat is Gijkema anders dan een hofnar? Op zo'n moment. Een hofnar is iemand die er buiten valt, buiten de hiërarchie van het hof, zeg maar. Hij is niet in dienst van het hof. Maar, en hij heeft dus een bijzondere positie, want de vorst wil wel om hem lachen. Ja. En hij mag soms dingen tegen de vorst zeggen die de andere hovelingen niet mogen zeggen. Ja. En dat geeft hem juist een bijzondere functie in het geheel. En dat zie ik bij zo'n cabaretier ook terug. Ze hebben geen macht, ze streven niet naar macht. Ze willen niet in de regering, ze willen niet zelf troonpretendent worden. Nog Gijkema, nog Paul van Vliet en wie dat ook. Maar daarom mogen ze toch bepaalde dingen zeggen. Ze mogen ook zeggen wat het volk werkelijk denkt. Ja. He, dus buiten de RVD om mogen ze dingen zeggen. De RVD zit zich misschien te verbijten op dat moment. Maar nee, de cabaretier heeft die functie dat hij het mag zeggen. We gaan naar de volgende. Van Zet Gijkema naar Herman Finkers. 1995, de voorstelling heet Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Zo heb ik onlangs nog aan tafel gezeten met leden van de koninklijke familie. Ik heb enorm met die lui gelachen. Het was een galaavond in het kader van de aidsbestrijding. Ik zei nou tegen Klaus, hoe kun je nu met een gale avond aids bestrijden? Nou ja, zei Klaus, er wordt tenminste even niet genaaid. Klaus lag aan mij lachen. Het was een hele losse sfeer. Het had wat, ja. Het was zelfs zo ontspannen en zo los, dat Bernard mij op een gegeven ogenblik zijn vakantiediagnose liet zien. Kom eens hier, zei Bernard, kom eens hier. Dit is de vrouw van mijn leven. Schitterend mens. Prachtige herinneringen bewaar ik hier aan. Ik keek naar die dia. Ik dacht, verrek, die ken ik. Ik zei, Bernard, heb je een blauwe Ferrari? Ik zei, ja, nou en? Ik zei, dan mag je je rechterachter vast laten nakijken. Ja, is leuk. Maar dit is misschien alweer de jaren 90. Het Koningshuis is eigenlijk geen echt onderwerp meer, maar meer een aanleiding om grappen te vertellen. Dit is geen conferentie voor of tegen het Koningshuis. Nee. Ik denk ook niet dat Finkers daarmee bezig is, dat hij daar een mening over heeft. Maar ik vind het overigens wel leuk om te zien dat in al die fragmenten toch een beetje dezelfde soort humor gepleegd wordt. Namelijk, het Koningshuis, dat hoe dan ook boven ons staat, wordt even op het niveau van het cabaret gehaald. Van de burger.
van de burger, ja, weet je wel. Ja. En daar zit dan steeds de humor in. Ja. Ben ik benieuwd wat je van het volgende fragment vindt, of dat zo gewoon is. Jiske Vet, begin jaren 90. Een anoniem lid van het Koningshuis, maar ons wordt meteen duidelijk wie dat is, vertelt over een alleraardigst visweekend met de Amerikaanse president Bush. Ik heb altijd een enorme bewondering gehad voor de helden van het Witte Doek. En dan die vooral uit Amerikaanse helden, uit Hollywood. En het aardige was dat een paar maanden geleden had George Bush mij uitgenodigd voor een visweekend in Californië. Dat doen we af en toe best vaker. Dan gaan we naar de Rockies of Noord-Californië. Gaan we dan heerlijk vissen. En hij had tegen mij gezegd dat hij een ontmoeting zou arrangeren met iemand die ik altijd graag alles in levende lijven had willen zien. En ik had al een beetje vermoeden wie dat zou zijn. Op dat visweekend zouden verder ook nog Michelle Pfeiffer en Michael Jackson meegaan. Maar daar ging het natuurlijk niet om. En ik kom me dus afhalen. We gaan naar zo'n echte saloonbar daar in Hollywood. En Bush die bouwt de spanning nog zo'n beetje op. We zaten al aan de derde gin tonic. Er was nog steeds niemand. Maar hij zat zo'n soort flonkering in zijn oren. Ik dacht, ik weet zeker dat er is op een bepaald moment. Inderdaad, gaan dus klappen die saloondeurtjes open, zo'n plak. En wie staat daar plotseling in levende lijven in die bar? Donald Duck. En het was zo'n mooi moment. Want hij was het helemaal. Dus net zoals hij in die films is. Dus met al die dat drukke gedoe, al die strapatsen, al die kwats die hij ook in die films stopt en dat drukke. Kwak, 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 dat echte. Maar doorkletsen, ook al gaat het over niks waar ik zo van hou, dat soort het natuurlijke. En nou, aan de tafel zitten met de menukaart, zo helemaal door. En op een moment had ik het ook zo de smaak helemaal te pakken. En ik ging ook opstaan, net toen ik naar de wc moest en zo over het kleedje uitglijden. Zo van jip, hop, blok, hij vond dat ik het heel goed deed trouwens. Dat. En nou, het was een ongelooflijke ontmoeting. Nou, daarna zijn we wel. Ja, het visweekend was een beetje minder. Het was eigenlijk nogal een domper daarna, want dan zat dus die George Bush zat daar dus de hele tijd. Het zat in zo'n blokhut daar aan de rivier. Die zat dus de hele tijd met die lange tengels van hem aan die tepelhof van die Michel Pfeiffer te frunniken. En in daar achter in die blokhut op de zolder te ketsen en te kezen dat het een lieve aard had. En zat ik met die vervelende Michael Jackson opgeschreven in de tijd tijdens het vissen. Jongen, jongen, dat is toch een van. Een parodie weer op dat achtergrondverhaal. We hebben natuurlijk eerder die stalmeester gehaald. Dat was dus een verhaal achter de schermen, wat er nou ook werkelijk gebeurd zou kunnen zijn. Maar dit is gewoon pure. Het is natuurlijk ook aardig dat het een imitatie is, een hele goede imitatie, toch? Een krankzinnig verhaal. Ja. En helemaal niet een aanval op Bernard of wat dan ook. Zo zie ik dat helemaal. Het is gewoon een leuk verhaaltje. Ja. Dat is het laatste fragment van de uitzending. Dank jullie wel. We hebben nog een kijkersvraag. En die luidt. Welke bekende cabaretier schreef een paar jaar geleden in een landelijk blad wekelijks een satirische open brief aan de koningin? Heren, moeten hun mond houden. We gaan het wel fluisteren. Stuur uw oplossing naar Andermans Veren, TV, postbus 2050 1202 AD in Hilversum. Uit die goede inzendingen verloten wij deze box met 10 videobanden met het hele werk van Toon Hermans daarop. Mooi cadeau. En de uitslag en de winnaar en de oplossing ziet u volgende week op Teletext. Dit was het voor vanavond. We zijn er elke zaterdag op de radio. Op Radio 2 tussen 6 en 7. Andermans 4. En op tv zijn we weer volgende week. Nog een fijne Koninginnedag en tot volgende week.